droom om een sporter te zijn als Miguel Verassen. Maar als ik kijk naar de situatie, wil ik niet zijn als Verassen. Ik wil mooie wagen en mijn kleren gaan passen. En ik wil mijn job goed doen, ik wil niet afjassen. Ik had 9 gouden ringen, maar ik moest 4 panten. Ik heb niet eens zo wat die dus ik kan geen meisjes chanten. Ik ben niet met de gang, de fam, dat zijn mijn gezanten. Ik heb niet eens money, maar ik ga naar andere landen. Want zogenaamd word ik gesponsord. Maar als ik vraag om hulp, krijg ik gewoon op mijn donder. Ik zeg jullie moeten investeren, want ik ben een wonder. Ik ben een wonderkind. Ik ben een go-to boy. En ik doe het, boy. Ik doe het voor mijn land. Ik doe het voor mijn country. 9 medailles, dan hoe de fuck ben ik nu hungry? Kinderen vragen mij, papa, ik heb honger, ik wil eten. Ik ben niet huilen, want deze ding ga ik niet vergeten. Ik moest zweten, hard patiënt. En ik ren nog steeds, ik spring nog steeds. Ik kan niet praten, want ik ben nu hees, ik heb nu vrees. Ik vraag hulp, maar niemand geeft het. Ik heb 9 shit gehaald, want ik verdien het. Als ze investeren, pak ik 9 en nog 9. Ik zeg ze, ik pak nog 9 of 12, want ben een zegen. Je kan op me rekenen, ik ging wat betekenen. Dan zeg me eerlijk, hoe kunnen jullie me dan vergeten, toch? Ah, het is gewoon een schets, ik wil je niet wenken. Ik geef mijn bankrekening door, yes, ik thank you. Je kan het even zetten, als een beloning. Ik kwam in zuur en ik voelde mij een koning. Maar wat heb ik eindstand? Eindstand heb ik helemaal niet. Je hoeft het niet zielig te vinden, maar deze story is wel triest. Want het is real life, real talk. Nee, het is geen bullshit. Dus ik vraag je alsjeblieft, share dit. Huh?